De nek is een hele zeldzame vorm van kanker, waarbij met name de patholoog de diagnose stelt. En omdat het zo weinig voorkomt, zie je vaak dat deze ziekte niet goed onderkend wordt. En dat bepaalde kenniscentra bij revisie toch andere diagnoses stellen. En het is ontzettend belangrijk dat het echt een nek is voor de eventuele behandeling die daarna komt. Want de behandeling van bijvoorbeeld een adenocarcinoom met neuroendocrine kenmerken is wezenlijk anders dan echt een puur nek. Mijn vader is nu bijna een jaar geleden overleden. En op het moment dat er bij hem nekkanker is geconstateerd door een behandelend arts, had ik eigenlijk verwacht dat er echt alarmbellen af zouden gaan in een streekziekenhuis. Met daarbij de kreet, dit is niet mijn expertisegebied. En ik ga nu jullie vader als patiënt doorverwijzen naar een kenniscentrum, omdat hij daar de beste behandeling kan krijgen. Ja, en dat gebeurde niet. En dat is wel iets wat heel erg belangrijk is om iemand nog een zo lang mogelijk kwalitatief goed leven te kunnen laten leiden, ook met nek. Ja, en sterker nog, je gaat ervan uit dat als een arts van een bepaald onderwerp niks weet, dat hij dus contact opneemt met een kenniscentrum. Maar dat gebeurde dus niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Pas toen wij contact hadden gehad met de netgroep, toen hebben wij daar dus heel erg op gepusht dat hij contact op zou nemen met een kenniscentrum. De arts had al een operatie gepland en uit contact met het kenniscentrum bleek juist dat in deze vorm van kanker met uitzaaiing bij mijn vader dat het helemaal niet verstandig was om te opereren, maar juist levensverkortend zou zijn in plaats van levensverlengend. Als je bij de medische oncoloog komt die vertelt dat je lijdt aan uitgezaaide vorm van neuroendocrien carcinoom, een nek, is dat een hele slechte boodschap. Dat is slecht nieuws. Want de behandeling die we dan kunnen geven richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven behouden. Die kwaliteit van leven behouden, dat kan je bijvoorbeeld doen door het geven van chemotherapie. Maar je moet ook goed met een patiënt praten om eventueel af te zien van verdere behandeling. En hoe gaat dat nou in de praktijk? Hè? Dan eerst vertel je de boodschap en weet je dat patiënten daaraan moeten wennen en dat verdriet moeten verwerken. Dus zo'n eerste gesprek is vaak alleen maar het brengen van de boodschap en het verdriet verwerken. Dan kan je of in hetzelfde gesprek of in een vervolggesprek gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor verdere behandeling. En dat kan per patiënt verschillend zijn. En die afwegingen ga je samen maken. De ene patiënt is bijvoorbeeld iemand die zijn hele leven al de onderste steen boven heeft gewild. En daar komt een traject van chemotherapie bijvoorbeeld eerder ter sprake dan iemand die zegt, nou ja, ik heb mijn hele leven de zaken al geaccepteerd zoals ze zijn. En dan kan je nadenken of je een remmende behandeling met chemotherapie bijvoorbeeld achterwege laat. Dus dat je niet met chemotherapie wordt behandeld. Zo'n eerste gesprek, daar komen dit soort zaken allemaal aan de orde. Maar wat heel belangrijk is, je praat met de patiënt, met de familie. En dat moet toch bezinken. Dat heeft tijd nodig. Dus meestal komen we dan samen eruit om te zeggen, nou, voor nu is dit de uitleg. Ga naar huis, praat erover met iedereen die je belangrijk vindt. Kinderen, familie, kan de huisarts zijn, wie dan ook. En dan hebben we bijvoorbeeld de week daarna een vervolgafspraak om verder te komen in welke beslissing je gaat maken. Aan de ene kant is dat natuurlijk afhankelijk van je medische conditie. Hè. Je lever, je nieren moeten voldoende functioneren om chemotherapie te kunnen ondergaan. En het belangrijkste is natuurlijk of je zo'n behandeling wilt. En daar
Ja, dat kost vaak tijd, maar daar komen we wel verder mee. En dan uiteindelijk beslissen we voor het een of voor het ander. Het is altijd lastig als een patiënt wel wil stoppen met een behandeling en zijn sociale omgeving, bijvoorbeeld familie, wil graag dat hij nog verder gaat met chemotherapie of andere behandelingen. Maar het belang van de patiënt gaat altijd voor. De relatie die ik als dokter heb, is een relatie met de patiënt. En ik hoop altijd de omgeving te kunnen uitleggen dat het belang van de patiënt boven alles gaat. Prognose is over het algemeen lastig, maar bij een uitgezaaid neuroendocrine carcinoom is de prognose slecht. En hoe weten we dat? Door gegevens van een heleboel nekpatiënten op een rijtje te zetten en dan een gemiddelde te berekenen. Maar een gemiddelde is niet iets voor een individuele patiënt. Dat zijn de gegevens van andere patiënten die ongeveer dezelfde tumor hebben, maar bijvoorbeeld niet dezelfde leeftijd, niet dezelfde hart en longen. Dus het blijft iets dat het getallen zijn van anderen tegenover de individuele patiënt die bij je zit. Later in het ziekteproces wordt het in feite makkelijker om iets over de prognose te zeggen. Want als je 3 maanden geleden nog zelf boodschappen deed en op straat liep en nu het merendeel van de tijd op bed ligt, dan daar hoef je bijna geen dokter voor te zijn om in te schatten dat die prognose dan steeds slechter wordt en dat de tijd die er nog te leven is steeds korter wordt. Neuroendocrine carcinoom is een zeldzame ziekte en daarom is het advies om alles wat nodig is voor het stellen van de diagnose in of in samenwerking met een kenniscentrum te doen. Daarnaast is het belangrijk dat de behandeling dicht bij huis gebeurt, zodat je niet voor elke kuur chemotherapie ver hoeft te rijden. Als de ziekte voortschrijdt en we komen er samen achter dat de chemotherapie geen zin meer heeft, dus dat de kanker doorgroeit ondanks de behandeling, dan komt het moment dat je de behandeling verandert van tegen de tumor gericht naar tegen de klachten gericht. En dat kan bijvoorbeeld zijn pijnbestrijding, benauwdheidbestrijding en dat soort zaken. In het begin komen patiënten dan vaak nog in het ziekenhuis, omdat je elkaar goed kent en een heel traject samen hebt doorlopen. Maar in de loop van de tijd wordt het dan steeds minder zinvol om naar het ziekenhuis te komen. En dan bellen we vaak de huisarts om de zorg over te dragen. En dan komt het punt dat de huisarts de hoofdbehandelaar is en als het nodig is nog met het ziekenhuis kan bellen, maar dat de bezoeken naar het ziekenhuis niet meer opwegen tegen wat ze daar nog voor jou kunnen doen. Als de patiënt nog in een ziekenhuis ligt, zullen de meeste huisartsen proberen op bezoek te gaan, maar het hangt natuurlijk af van de afstand tot het ziekenhuis en de drukte van de praktijk. Patiënten waarderen dat wel, omdat ze zich vaak in een onzekere situatie bevinden. Dan is het fijn als ze met een huisarts kunnen overleggen over hun eigen situatie. Als je gehoord hebt dat je niet meer beter kan worden, dan kom je op heel onbekend terrein terecht. Daar ben je niet eerder geweest. En je moet plotseling allerlei keuzes maken, nadenken over dingen waar je niet eerder over hebt nagedacht. Dat kan heel veel spanning geven. En verder is het zo dat het niet altijd gelijk opgaat hoe de patiënt reageert en het gezin of de familie of de vrienden eromheen. En dat kan leiden tot wrijving. Hoeft niet te gebeuren, maar het kan wel. En als het zo is, is het eigenlijk heel jammer. En een psycholoog kan helpen om dat soort dingen bespreekbaar te maken. Mensen vragen zich vaak af wanneer ze keuzes moeten gaan maken in deze fase. Over hun uitvaart bijvoorbeeld, over euthanasie. En mijn advies is meestal om dat zo snel mogelijk te doen. Dat betekent natuurlijk niet dat die keuzes voor altijd vast liggen. Je kunt er altijd op terugkomen. Maar het geeft ruimte in je hoofd als je een aantal belangrijke beslissingen in principe hebt genomen. En daarna kun je bezig gaan met de dingen die je wil doen in die periode dat je er nog bent.
En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je herinneringsboeken gaat maken, dat je nog een reis maakt. Sommige mensen hebben daar ook helemaal geen behoefte aan, willen juist graag thuis zijn en genieten van kleine dingen. Dat is heel persoonlijk. De manier van sterven heb je natuurlijk zelf voor een deel ook keuzemogelijkheden in versterven. Palliatieve sedatie, euthanasie. Nou, dat zijn heel verschillende dingen. Euthanasie is waar je de dokter vraagt om je leven te beëindigen, omdat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Het moet vrijwillig en wel overwogen zijn. Je moet ondraaglijk lijden. De dokter en de patiënt moeten eigenlijk het gevoel hebben van hier is geen andere mogelijkheid dan euthanasie. Euthanasie is een heel moeilijk besluit. In eerste instantie natuurlijk voor de patiënt zelf, dat hij zegt van nou, ik heb geen andere keus. Dit lijden is ondraaglijk en het is uitzichtloos. Ik zie geen andere keuze dan om euthanasie te vragen. Aan de andere kant is het voor de dokter is het ook heel ingrijpend. De dokter moet daar datzelfde gevoel als die patiënt bij hebben, dat het ondraaglijk is en uitzichtloos. Het is eigenlijk niet zo dat de patiënt vraagt en de dokter draait. Nee, het is voor de dokter een heel ingrijpend besluit. Dus patiënten hebben niet recht op euthanasie. Ze mogen er altijd om vragen. En mocht de eigen huisarts of de eigen specialist daar niet aan mee willen werken, dan heeft de patiënt natuurlijk de mogelijkheid om eventueel een andere dokter om daarom te vragen. Bij palliatieve sedatie is dat een heel andere situatie. Dat is eigenlijk een medische keuze. Dat is normaal medisch handelen. Als de dokter op geen enkele manier je pijn, je benauwdheid, je misselijkheid, je verwardheid kan bestrijden, dan kan die je bewustzijn verlagen, zodat je dat niet meer ervaart, al die klachten. En dat noem je sederen en dat is palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie die pas je toe in de meestal in de laatste week van iemand zijn ziek zijn, wanneer je verwacht dat iemand toch al op korte termijn zal overlijden. Maar dat is dus om die ernstige klachten, als die niet op een andere manier te behandelen zijn, te zorgen dat in ieder geval de patiënt zelf dat niet meer ervaart. Versterven, dat is als een patiënt niet meer eet en drinkt. Minder eten en minder drinken als je ernstig ziek bent is ook normaal. Dat is vaak ook wel lastig voor de omgeving die vaak nog willen helpen, zorgen. En dan is voeding en eten, de maaltijden zijn vaak nog de mooie sociale dingen die je met elkaar kunt hebben. Waarbij de omgeving ook denkt van nou, we kunnen iemand nog helpen en wat versterken zodat hij langer in leven blijft. Als je ernstig ziek bent dan heb je helemaal geen zin meer in eten en drinken, dus dat wordt vanzelf minder. Maar je kan ook besluiten om helemaal daarmee te stoppen, om niet meer te eten en te drinken. En dan word je langzamerhand heel suf en dan slaap je steeds verder en dieper in. En dan tot je op een gegeven moment overlijdt. Gesprekken over doodgaan en sterven en het naderende einde zijn voor een patiënt moeilijk, maar die zijn ook voor de dokter lastig. En sommige dokters beginnen daar niet uit zichzelf over. En dan is het als patiënt heel goed om dat toch aan de orde te stellen. Het is heel belangrijk dat je als patiënt keuzes maakt en dat de behandelende dokter daarvan op de hoogte is. Dus wees als patiënt assertief en laat duidelijk weten wat je wilt. In deze periode van het leven kunnen ook allerlei vragen spelen van heb ik het goed gedaan? Is er een God? Is er een hemel? Is er een hel? Moet ik nog dingen rechtzetten met mensen? Is er vergeving? Dat zijn vragen die eigenlijk meer op het terrein liggen van een geestelijk verzorger dan op dat van de psycholoog. Dus als je daarmee bezig bent, is het fijn om ook daar een gesprekspartner te zoeken. Ook als je geen verbinding hebt met een kerk of een moskee of een andere levensbeschouwelijke organisatie, is het wel degelijk mogelijk om een deskundige gesprekspartner te vinden. En dan is het goed om te zoeken naar een geestelijk verzorger die ervaring heeft in de palliatieve zorg en die je verder kan helpen bij dit soort vragen.
Als je niet meteen de stap wil zetten naar een psycholoog of geestelijk verzorger, zou je ook eens bij een inloophuis voor kankerpatiënten naar binnen kunnen gaan. Daar zijn vaak ook groepen speciaal voor palliatieve patiënten. Er zijn allerlei creatieve activiteiten en alles is gericht op kwaliteit van leven. Als je daar behoefte aan hebt, kun je met medepatiënten praten. Er zijn vrijwilligers beschikbaar voor een gesprek. En op die manier kun je ook veel ondersteuning vinden in deze lastige situatie. De keuze over waar de patiënt wil sterven is ook belangrijk. De patiënt nadenkt. Heel veel patiënten willen graag thuis sterven. Nou, zijn er mogelijkheden toe. In de praktijk blijkt dat 75% van de mensen wil thuis sterven, terwijl maar een derde ongeveer thuis echt sterft. Veel mensen worden de laatste periode van hun ziek zijn, de laatste 3 maanden, opgenomen in het ziekenhuis, meer dan de helft. En ongeveer 25% tot 33% sterft ook in het ziekenhuis. Terwijl mensen dat vaak van tevoren liever niet wilden. Dus het is heel goed om na te denken wat je in zo'n laatste periode wil. Of je nog weer naar het ziekenhuis wil of niet. En of je een opname wil of niet. En waar je wil sterven. Dus thuis, het ziekenhuis, het hospice. Dat zijn de belangrijkste mogelijkheden. De meeste mensen hebben de wens om thuis te sterven. Vaak kan dat ook. Met inzet van thuiszorg is heel veel mogelijk. Door uiteenlopende redenen lukt dat niet altijd. En dan kan een hospice een hele goede plek zijn om je wel zoveel mogelijk thuis te voelen. Om thuis te zijn, om van alles te doen wat je nog zou willen doen. En toch de ondersteuning te krijgen die nodig is. Een hospice is bedoeld voor mensen die nog maar beperkte tijd te leven hebben. Wij vragen aan de behandelend arts een inschatting daarvan. Als de levensverwachting 3 maanden is of minder, is iemand welkom in het hospice. Soms komt het voor dat iemand dan toch nog wat langer bij ons is. Nou, dat kan natuurlijk. De zorg zoals die in een hospice geboden wordt, gaat heel erg uit van wat de gast wil en kan. En daaromheen zorgen we dat het wordt zoals die wil. Natuurlijk hebben mensen een eigen kamer of een eigen appartement. En we moedigen mensen ook aan om zoveel mogelijk hun eigen leven daarvoor te zetten. Hun eigen mensen te ontvangen, hun eigen intimiteit. Als iemand wil blijven slapen, kan dat natuurlijk. En anders maken we er een tweepersoonsbed van. Dat kan ook. Als mensen een dagje weg willen, een weekend weg willen, dat kan natuurlijk. Het is belangrijk dat mensen hun leven afsluiten op een manier die bij hun past. En daar proberen alle hospices zoveel mogelijke invulling aan te geven. De laatste periode van iemands leven is vaak heel intensief. Heel belangrijk ook. Je kan het niet overdoen. Daarom is het dagelijks leven hier ook soms heel intensief. Iemand zei eens tegen mij, een hospice, dat is toch een sterfhuis. Maar een hospice is juist een plek waar heel intensief geleefd wordt. Waar het er echt toe doet wat je doet. Het is ook een periode waarin dierbaren op een goede manier afscheid kunnen nemen van hun naasten. Een van de taken die wij als hospice hebben is ook de zorg om die naasten. Om die te ondersteunen. Want als die goed ondersteund kan worden, kan die ook weer goed voor zijn geliefde zorgen. Dus dat is zeker ook een van onze taken, het ondersteunen van de naasten. Dag. Hallo. Hi. Reina. Mag ook iets zijn. Hi. Hallo. Mag ook. Jullie vader is overleden aan nekkanker en ik begreep dat jullie nog wat vragen hadden. Mijn vader die had de laatste paar maanden voordat hij overleed heel erg last van gedragsveranderingen. Een beetje agressief, somber, hallucinaties. En wij hebben toen dingen op internet opgezocht. En we hadden het vermoeden dat het eventueel een delire is. Zou dat kunnen komen door NEC? Je ziet met name dat mensen die gewoon echt heel ziek zijn, krijgen een delier. Maar het kan bijvoorbeeld ook wanneer mensen gewoon een ernstig ongeluk hebben gehad, in een ziekenhuis terechtkomen. En dan ook dan kunnen ze een delier ontwikkelen. Of oudere mensen die vallen
een heup breken, in het ziekenhuis komen, worden ze uit hun omgeving gehaald en dan ontwikkelen ze ook een delier. Dus het is niet zozeer door die nektumor dat je vader een delier kreeg, maar wel doordat hij gewoon heel ziek was. En door morfine zie je vaak dat dat veel makkelijker optreedt. Okay. Toen bij mijn vader de nek gediagnosticeerd werd, gingen wij toch natuurlijk wel wat dingen bedenken en ook ons afvragen. Met name omdat ik zelf kinderen heb en kleinkinderen. Of dit misschien ook een erfelijke vorm is, omdat je dan toch wel ernstig zorgen maakt over de toekomst. Ik begrijp dat je je zorgen maakt, maar gelukkig is het zo dat nekkanker niet erfelijk is. Natuurlijk is het een hele zeldzaam voorkomende tumor en we weten er nog heel weinig van. Maar het is niet zo dat het heel veel voorkomt in één bepaalde familie. We zien eigenlijk meer dat mensen op een gegeven moment een nek hebben en de rest van de familie heeft helemaal geen kanker.